Misschien moeten we een keer anders gaan denken over het kopen van een huis. We zitten nog steeds in de modus dat we allemaal denken dat we een huis moeten kopen en dan vervolgens weer een groter huis en nog een groter huis. Misschien zouden we ook eens moeten denken, huren is nog niet zo'n slecht idee. Nou, de flexibilisering van de arbeidsmarkt zal de komende jaren nog verder gaan. Dat is tenminste wel mijn verwachting. Hoe ver niet iedereen zal ZZP'er worden, dat lijkt me echt een grote flauwekul. Maar stel 5-10% extra flexibele contracten, dat betekent nogal wat voor de woningmarkt. En dat is nu al best wel lastig dat een heleboel mensen langskomen met een flexibel contract en lastiger een hypotheek krijgen. Maar het probleem begint natuurlijk met wat voor een woningmarkt je wil hebben. En de vraag of iedereen een eigen huis moet kunnen krijgen. Het kan voor een heleboel zelfstandigen misschien een hele verkeerde keus zijn om over te gaan tot de aankoop van een eigen woning. Hè? Want het is een hele grote investering, het is een risico wat je op je neemt en als je inkomensstroom niet zeker is, dan is het de vraag of dat een goede afweging is. Daarnaast, de mobiliteit op de arbeidsmarkt wordt steeds belangrijker, zeker bij tijdelijke contracten. Als je die investering hebt in een woning op één plek, ja, dan beperk je jezelf wel, want je hebt toch die transitiekosten die daarbij komen kijken. Dus dat is de eerste vraag. Moet iedereen een eigen woning kunnen krijgen? Stel dat je die vraag beantwoord hebt en je zegt van nou ja, meer mensen moeten een eigen woning kunnen krijgen dan gezien de huidige arbeidsmarkt kan. Dan moet je heel goed kijken want hoe wij dat op dit moment in Nederland doen, het financieren van woningen. Wij kijken meer dan in andere landen naar wat wij dan noemen de loan to income. Naar de hoogte van het inkomen ten opzichte van de lening die we willen verschaffen. Dat is heel belangrijk en dat doen we ook vrij goed in Nederland, want daardoor is het aantal wanbetalingen of probleemgevallen op de woningmarkt ook heel erg laag. Maar als dat dus lastiger wordt, omdat die contracten flexibeler worden voor een groot deel, dan moet je misschien toe naar een ander soort woningmarkt. Er zijn een aantal andere redenen om dat ook te doen. Hypotheekrenteaftrek, wat we allemaal aan het doen zijn in de huursector, we willen een grotere private huursector. Het zijn allemaal redenen om te zeggen van nou, niet iedereen hoeft een huis te kopen. En dan krijg je toch een huizenmarkt die niet gericht is op wooncarrières, wat wij altijd gewend zijn. Je gaat naar een bank, vraagt hoeveel je kan lenen en koopt dat huis. Maar je gaat dan toch misschien iets on-Nederlands op de woningmarkt eerst sparen. En dan krijg je misschien een zorgvuldige risicoafweging, maar het betekent wel dat een deel van de mensen veel lastiger of veel later aan hun huis kan komen. En als er geen goede private huursector is, heb je wel een probleem. Nou, dat kan een reden zijn voor de overheid om dan te zeggen van, nou, misschien moeten we daar iets mee. Want we snappen dat als we alleen naar het inkomen kijken, dat inkomen is minder zeker. Dat je dan niet zomaar een hypotheek gaat verstrekken, want we willen niet dat banken veel meer risico's gaan nemen. En dan hebben we op zich garantieinstrumenten, zoals de Nationale Hypotheekgarantie. Die gebruiken we nu vooral om mensen met een... We kijken niet naar het inkomen, we kijken naar de waarde van de hypotheek, of niet naar de woning, maar naar de hypotheek. Hoe hoog mag de hypotheek zijn? En op basis daarvan krijgen mensen een garantieregeling. En je zou je kunnen voorstellen dat het in de toekomst beter is om dan te zeggen, we kijken naar het contract, naar de inkomensstroom. En als dat onzeker is, dan hebben we een garantieinstrument à la Nationale Hypotheekgarantie. Die dan misschien kleiner is, maar wel de relevante risico's afdekt. Dat heeft dan toch ook consequenties voor de hypotheekverstrekkers? Dat heeft zeker consequenties voor de hypotheekverstrekkers. Je moet minder dan op dit moment kijken naar het inkomen. Want als de inkomensstroom niet zeker is, en misschien, dat vinden we nu al heel erg lastig hoe we dat moeten doen. Hè? Want we willen eigenlijk dat iemand een vast contract heeft of een intentie tot een vast contract, want anders dan durven we die hypotheek niet te geven. Maar misschien is dat ook helemaal verkeerd om dat zo te doen. Misschien moet je ook zeggen, wat is een vast contract waard? Ja. Het risico dat mensen werkloos worden is nog steeds, en dat hangt af van de conjuncturele situatie. En moet je toch al eigenlijk meer gaan kijken naar puur de waarde van de woning ten opzichte van de lening, kijken of dat veilig genoeg is vanuit een risicooptiek, en moet je steeds minder kijken naar het inkomen. En dan kan je dus ook zeggen van ja, dan is flexibilisering op de arbeidsmarkt op zich voor de hypotheekverstrekking op termijn misschien helemaal niet het grote probleem.